Wat was in 2023 na Tesla wereldwijd de grootste fabrikant van elektrische auto's? Als je daar door een Europese bril naar kijkt, dan zou je misschien kunnen denken dat dat Kia is met al zijn Niro's of Hyundai met aandachtstrekkers als deze IONIQ 6. Maar het antwoord is eigenlijk BYD. En dat Chinese bedrijf, het staat voor Build Your Dreams, dat is dan ook bepaald geen hobbyclub of een nieuwkomer, maar een ware zwaargewicht op het gebied van elektrisch rijden. En in China leveren ze zelfs accu's aan Tesla, kun je nagaan. En in Europa hebben we ook wel het een en ander gezien van de auto's van BYD zelf. Maar het nieuwste en wat mij betreft ook modernst ogende model van BYD, dat is deze auto, de BYD Seal. Dat is een gelikt ogende elektrische sedan en daarmee in ieder geval in theorie een heel goed alternatief voor deze Hyundai IONIQ 6. Deze specifieke Seal is best wel opvallend veel krapper dan de IONIQ 6, maar in het echt valt dat wel mee. Want de Seal is weliswaar zo'n 5,5 centimeter korter dan een IONIQ 6. Maar de bagageruimtes zijn nagenoeg even groot, allebei 400 liter. Alleen het verschil zit hem vooral in de vorm. Want ja, die Hyundai heeft natuurlijk een nogal opvallende vorm met die sterk aflopende kont. En toch is ook dat echt een sedan en dat levert dan een wat wonderlijke opening op. Dus in de praktijk krijg je grotere spullen iets makkelijker in de Seal dan in de Hyundai. Al is natuurlijk de vraag hoe relevant het is bij sedans. Beide auto's hebben onder de vloer nog een klein vakje voor wat los grut. En beide auto's hebben ook nog een bagageruimte in de neus. En dat is natuurlijk erg handig om bijvoorbeeld je laadkabel in kwijt te kunnen. De Hyundai heeft wel opvallend veel meer beenruimte dan de Seal. Je zou kunnen zeggen dat de Hyundai heel erg veel beenruimte biedt en deze gewoon erg veel. Maar qua hoofdruimte valt het achterin de IONIQ 6 dan weer wat tegen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die aflopende daklijn, maar ook wel met de keuzes die er zijn gemaakt voor de dak zelf. Want bij BYD is die hele dakplaat eigenlijk van glas en die loopt door tot boven de achterbank. Daardoor is het dak boven je hoofd erg dun en dat levert natuurlijk een paar centimeter extra hoofdruimte op. En daarmee ja, zit je hier eigenlijk minstens net zo goed als in die IONIQ 6. Zij het wel opvallend achterover. Dus die bank helpt best wel achterover en dat moet je ding zijn. Maar het is natuurlijk wel lekker ontspannen. Naar de dino's ga ik kijken nu. Nu we de nodige deuren en kleppen hebben geopend bij de Seal, valt op dat die auto heel degelijk aanvoelt. En hebben we het dus niet alleen over het schaalmodel, maar ook over de echte Seal. Hij voelt echt super doortimmerd aan. Ook die elektrische deurgrepen bijvoorbeeld die zo naar buiten komen als je in de buurt komt. Ja, dat voelt gewoon allemaal goed en hoogwaardig aan. En dat geldt natuurlijk ook voor de Hyundai. Maar van de Hyundai weten we dat al dat zo is. Maar dat geldt dus ook voor deze nieuwste auto van BYD. En het geldt gelukkig ook voor het interieur van de Seal. Dan moet ik er wel bij zeggen, de vormgeving, dat moet een beetje je smaak zijn. Want Seal betekent zeehond en het is een auto uit wat BYD de Ocean Series noemt. En dat komt hier tot uiting in allerlei golvende bewegingen en wat organische vormen. Daar moet je van houden. Maar op de kwaliteit is eigenlijk niks aan te merken. Het kunstleer is mooi zacht. De afwerking is keurig. Overal zijn mooie materialen gebruikt. Alles is rammelvrij. En ook iets als dat deksel van die armsteun, dat gaat gewoon lekker zwaar. En daarmee krijg je het gevoel in een hoogwaardig product te zitten. Wat ook heel fijn is, ik zit er fijn in. Nou is het wel zo, de zitting is een beetje kort. Dat niet eens met de meetlint zo heel veel korter dan in de Hyundai. Maar het valt op een of andere manier wel meer op. Maar de zithouding is wel heel prettig. Ik zit lekker laag, voor mijn gevoel ook ver naar achteren. Het stuur kan vrij ver naar me toe. Ja, en daarmee krijg je gewoon een wat sportievere, wat actievere zithouding. Waar ik persoonlijk in ieder geval wel van houd. En die ik ook wel bij zo'n auto vind passen. Qua bediening ja, heb ik er wel een beetje gemengde gevoelens over. Want voor een heel aantal dingen zijn er wel gewoon knoppen op het stuur. Dat gaat prima. Hier in het midden heb je ook nog wat knoppen. En bijvoorbeeld ook de pook of knop voor de rijrichting. Maar het infotainment systeem ja, is matig. Het is wel snel genoeg. Het is ook een gigantisch scherm trouwens. Dik 15 inch. En je kunt het dan met de druk op de knop in een verticale positie zetten. Dus dat doet het natuurlijk altijd goed bij je passagiers. Maar het zit vol met knullige vertalingen. De vormgeving van de menus vind ik ook niet helemaal fris en modern ogen. En ook qua bediening is het vaak gewoon omslachtig. Zo moet je voor je stoelverwarming ergens diep in een minuutje zijn. En ook om de binnentemperatuur aan te kunnen passen. En als je dan Android Auto gebruikt of Apple CarPlay, en die neiging heb je omdat de onboard navigatie niet denderend is, dan moet je dus helemaal terug uit dat scherm en dan op zoek naar de stoelverwarming. Ja, dat zijn gewoon dingetjes die kunnen gaan irriteren. En wat nog de grootste ergernis is trouwens op dit vlak, dat is dat ook deze BYD geen echte boordcomputer heeft. Dus als je inzicht wil hebben in je verbruik, dan krijg je dat eigenlijk alleen maar over de laatste 50 kilometer. Een lukraak gekozen afstand. En dus niet sinds het laden of sinds een reset die je zelf hebt uitgevoerd. Dat inzicht is er simpelweg niet.
De BYD Seal is er in twee uitvoeringen, maar dat hangt grotendeels samen met de aandrijflijn. Dus als je de achterwielaandrijver wilt, zoals de versie die we nu hebben, dan krijg je de design versie. En die is eigenlijk al meteen helemaal afgeladen met alles wat je maar kunt wensen. En die is trouwens ook al meteen goed voorzien als het gaat om vermogen, want zelfs die achterwielaandrijver heeft al 313 pk. En dat is flink meer dan de Hyundai, die houdt hem bij 229. En deze BYD is dus ook gewoon simpelweg sneller en hij voelt ook feller aan. Wat wel opvalt als je ermee rijdt, is dat hij eigenlijk gewoon rijdt als een traditionele auto met een automaat. Dus hij begint te kruipen als je van je rem gaat. En hij recupereert eigenlijk niet merkbaar. Er zijn wel twee standen voor, maar ik voel het verschil nauwelijks. En er zijn ook geen manieren om dat in te stellen. Dus one pedal driving kun je in deze auto vergeten. Bij de introductie van de BYD Seal vergeleek collega Roy het rijgedrag een beetje met dat van een Mercedes. En ik kan daar wel inkomen, want ondanks dat hoge vermogen en die enigszins sportieve zithouding is deze BYD Seal niet echt een sportsedan of zo. Hij is vooral comfortabel, het onderstel is lekker zacht. En ik noem dat bewust lekker, want ik denk dat dat gewoon op een heel prettige manier is gedaan. Hij werkt drempels mooi weg. En tegelijkertijd heb je toch nog een goede wegligging. Dus het is zeker geen dwel of zo. Je kunt er behoorlijk hard mee in bocht door. Het is natuurlijk ook een achterwielaandrijver. Dus je hebt geen aandrijfreacties in het stuur. En de besturing zelf is ook gewoon prettig. Je weet precies waar je aan toe bent. En hij voelt boven alles gewoon heel stabiel. Het enige wat je erover zou kunnen zeggen in negatieve zin is dat de demping toch een beetje aan de slappe kant is. Dus na een wat kortere regel dan heeft die auto wel de neiging om nog een beetje na te deinen. Maar enorm nadelig is dat niet. En het algehele beeld dat ik van de Seal heb is toch gewoon dat het een heel prettig rijdende en dus vooral heel comfortabele auto is. Wat een ding om te zien, hè, zo'n IONIQ 6. Ik denk dat als je na jaren uit een coma komt en dan ineens een IONIQ 6 ziet rijden, dat je dan verschrikt misschien meteen weer wegzakt. Want ja, een exotischer auto om te zien in ieder geval is er simpelweg niet in deze prijsklasse. En hij valt gewoon heel erg op in het verkeer. Nou, dat geldt in iets mindere mate voor het interieur, dat opvallender. Het is gewoon heel strak allemaal, veel strakker ook dan in de BYD. Maar het oogt wel nog steeds modern. Past daarmee wat mij betreft ook alsnog goed bij de buitenkant. En wat ik in elk geval in deze versie ook wel een opmerking waard vind, is dat er nauwelijks zwart is gebruikt. Terwijl auto-interieurs eigenlijk altijd helemaal zwart zijn. Daardoor voelt het nou, lekker luchtig, lekker ruimtelijk. Dan krijg je een heel bijzondere sfeer. Van buiten oogt zo'n IONIQ 6 natuurlijk heel laag en heel gestroomlijnd. Maar dat gevoel krijg je grappig genoeg niet als je erin plaatsneemt. Want je zit juist vrij hoog. En gevoelsmatig ook wat verder naar voren. En dat is natuurlijk niet voor iedereen een nadeel, want hele volkstammen vinden dat juist heel prettig. Dan heb je wat meer overzicht, maar het is niet helemaal wat je bij zo'n auto verwacht. En zelf zou ik graag net even wat lager hebben gezeten. Qua rijgedrag is die juist wel weer iets strakker dan de BYD. Dus het onderstel is toch duidelijk steviger. De besturing biedt ook wel net even wat meer gevoel. En toch is ook dit niet echt een sportieveling. Al nodigt hij wel net even wat meer uit om sportief te rijden. Ja, we zagen het verschil vooral toen de IONIQ 6 werd gelanceerd na de IONIQ 5. Dat is nadrukkelijk een hele zachte, echt een lounge op wielen. Ja, dat geldt dus wat minder, eigenlijk gewoon niet voor deze IONIQ 6 die duidelijk wat steviger is. Waar de IONIQ 6 net als die 5 en alle andere auto's op dit platform wel heel goed scoort, dat is als het gaat om elektrische prestaties. Want hij blijft dan misschien wel wat achter qua vermogen met 229 pk. Al is hij nog steeds vlot zat. Maar hij slaat die BYD wel echt om de oren als het gaat om laadsnelheden bijvoorbeeld. En ook andere voorzieningen. Deze auto heeft bijvoorbeeld een 800 volt systeem. Nou, daarmee kun je snel laden tot 235 kW. Tegen 150 voor de BYD. Dus dat ga je echt wel merken als je veel langere ritten maakt. En je merkt het ook wel in de omgang met de auto. Want deze Hyundai heeft schakelflippers aan het stuur, wat natuurlijk niet echt schakelflippers zijn. Maar waarmee je de mate van energieterugwinning regelt, dus de mate van recuperatie. Ga je daar naar je gas en zet je hem in de sterkste stand, dan kom je ook volledig tot stilstand. En dan kun je dus daadwerkelijk met één pedaal rijden. En dat is altijd een fijne mogelijkheid om te hebben in een EV. En het drukt natuurlijk ook je verbruik. En nou ja, of het daardoor komt, dat weet ik niet. Maar het is wel een feit dat deze Hyundai een stukje zuiniger is dan de BYD. Het praktijkverbruik moet ik je nog even schuldig blijven, want die volgt in een geschreven versie van deze test. Maar je ziet het al terug in de theorie. En het is zelfs zo erg dat deze Hyundai, die een flink kleinere accu heeft dan de BYD, 74 kWh netto tegen 84, verder komt op die hoeveelheid stroom, namelijk meer dan 600 km, op voorwaarde dat je hem op de
standaard 18 inch wielen besteld. Dit specifieke exemplaar staat op 20 inch en dat heeft echt een enorme invloed op het verbruik en dus ook op het bereik. Je verbruik gaat dan in theorie van 14,6 naar 16 kWh per 100 km. Dus denk goed na voordat je 20 inch wielen bestelt op zo'n IONIQ 6 of eigenlijk op een EV in het bijzonder. Want dat heeft dus echt een enorme invloed. Ja, en daarmee lijkt het een beetje een uitgemaakte zaak, toch? Die Hyundai laadt veel sneller, is zuiniger, zit ook qua infotainment beter in elkaar en wint dus deze test. Toch? Nou, het is toch wel even wat gecompliceerder dan dat. En daar zijn twee redenen voor. En de eerste daarvan is dat de Hyundai een paar dingen heeft die klein zijn, maar wel behoorlijk irriteren. Laat ik even beginnen met de minst irritante. Hoe modern deze auto ook is, je hebt geen draadloze Android Auto of Apple CarPlay. Je moet dus altijd een USB-kabel inprikken. En dat kan alleen maar met de USB-poort die hier vooraan in de dashboard zit. Dus je kunt die kabel ook niet verstoppen in de armsteun of zo, want daar zit geen data-overdracht in. Het moet gewoon daar. Nou ja, klein puntje misschien, maar wel een hele vreemde keuze. Maar wat ik veel erger vind, is dat de veiligheidssystemen van alle moderne Hyundai's en Kia's stevig door beginnen te slaan. Nou, voor die verplichte snelheidspiep die tegenwoordig in alle nieuwe auto's zit, moet je bijvoorbeeld al 3 stappen door. Dat is al een beetje veel. Maar de bestuurdersmonitor die is ook overactief en die begint al bij het minste of geringste te piepen. En doet het dan ook meteen heel lang en dat kan dus niet uit. En ja, ook dat is misschien wel een klein dingetje, maar het is wel een klein dingetje waar je potentieel bij iedere rit tegenaan loopt. En dan is er nog een groot nadeel aan de Hyundai en dat is de prijs. Of eigenlijk is dat een voordeel van de BYD. Want die BYD kost 46.000 euro en dan heb je hem zoals die er nu staat. Opties zijn er niet. Daar hebben we de bestuurdersmonitor, omdat ik opzij keek of er een auto aankwam. Opties zijn er niet en zelfs voor kleuren vraagt BYD niets extra. Dus ja, hij kost gewoon 46.000 euro. Nou, voor dat geld heb je ook een IONIQ 6, maar dat is dan een versie met een kleinere accu. En wil je de uitvoering met die grotere 77 kWh accu, dan ga je al naar 50.000 euro. En wil je hem dan met een uitrusting die vergelijkbaar is aan die van de BYD, nou, dan ga je eerder richting de 60.000 euro. Dus het prijsverschil is fors. En daarmee denk ik dat Hyundai, net als Tesla eigenlijk, dat merk BYD goed in de gaten moet houden.